We zijn aangekomen op de algemene pagina van Edit Extra. Om in te loggen, klik op de rode knop rechtsbovenin. We komen hiermee in het inlogveld. Vul hierom je eigen gekozen gebruiksnaam en wachtwoord in. U komt hiermee in het platform van de homepage van Edit Extra. Als u voor de eerste keer inlogt, wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en een nickname. Met die gebruikersnaam maakt u een eigen werkplek aan die u hier bevindt. Op die eigen werkplek vindt u al uw laatst bewerkte materiaal. Filmpjes die u graag wilde bewaren of werkstukken of andere dingen waar u projecten waar u mee bezig was. De nickname vindt u hierbovenin en helpt u dit materiaal te delen met andere Edit-gebruikers. In het midden vindt u de nieuw toegevoegde items tool. Dit zijn dingen die toegevoegd kunnen zijn door ons eigen archief of door partnerbronnen. De partnerbronnen vindt u allemaal hieronder. Ook worden door de redactie tips geplaatst en vindt u hier de veel opgevraagde artikelen of filmpjes terug. Rechts vindt u de systeemstatus. Als eens een keer iets niet lukt, wordt hier van notitie gemaakt. En nieuwtjes. U kunt hier op de homepage direct beginnen met zoeken. Als u een zoekterm invult, zoek je direct binnen alle beschikbare bronnen binnen Edit. Wilt u specifieker zoeken, doet u dat bij uitgebreid zoeken. Zoeken op alfabet, via de vakkenindex of via het leerdoel. Maar daarover in volgende filmpjes meer.